Lekker vakantie. Lekker mooi weer. Reizen. Tropische bestemmingen. Exotisch. Maar Geert, geef eens een reisadvies. Kijk, in Nederland heb je 1% van de mensen die is schizofreen. 1% van de mensen is bipolair. 3% van de mensen heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis. 1% van de mensen heeft een borderline stoornis. En zo nog wel wat meer. Maar hier worden ze behandeld, Geert. En in al die andere landen dan. Wie heeft er nou de boek aan eigenlijk?